Yo, Nintendo fans. Welkom bij weer een gloednieuwe Paper Mario video. We zijn bezig om de Origami Koning te verslaan. Ja, althans, daar zijn we nog niet. We zijn nu in de ijstempel. En we moeten de ijsorigant zien te gaan vinden. Dat is hoogstwaarschijnlijk een beer. In de vorige aflevering kan je zien hoe de puzzels tot nu toe gegaan zijn. En we moeten nu dus een megatoren gaan beklimmen. En bovenin staat iemand met een ijsbal. Of tenminste, een sneeuwbal! Laat me met rust. Nee. Nee, nee, nee. Ga hier... Oeh, dat was echt zo close. Ik ben benieuwd of ik dit goed time. Ik ga even terug. Dit is leuk. Ik vind het nu al leuk. Hoppakee, een hartje erbij. Daar wordt nog een ijsbal tegengehouden door een kissie. Kan ik hem slaan? Hier, ik sla jou, jongen. Wegwezen. Ik ga jou battelen, vriend. Niet zo stoer doen tegen mij. Hier heb je 10 HP op je bakkes. Oh, ze hebben wel allemaal ijsballen. Dat bevalt me een stuk minder, moet ik eerlijk toegeven. Dus even kijken hoe we dit gaan doen. Laten we even hulp inschakelen van de Toads. Oh ja, dit is eigenlijk heel makkelijk. Geen idee waarom ik de hulp inschakel van de Toads. Want het enige wat ik nu nog hoef te doen, is ze natuurlijk gewoon naar voren te schuiven. Zo op deze manier. Maak ze kapot met die sneeuwballen. Zijn die sneeuwballen bescherming? Ja, dat dacht ik alweer, hè. Jullie droeftoetertjes. Jullie zitten gewoon jezelf te beschermen met die freaking sneeuwbal. Hoppa, latte, hoppakeetje. Oké, ze zijn er nog 3 over. Die hadden namelijk sneeuwbalbescherming. Heb je zelf ook sneeuwbalbescherming? Chillen nou is gewoon daar. Zal ik weer een vuurbloempje gaan proberen dan? Misschien raak ik ze daar wel mee. We gaan wel hard door de vuurbloemen heen, maar het maakt niet uit. Hoppakee, 30 damage, 30. Ja, nog een keer 30. Dan is er nu nog eentje over. En die gaat natuurlijk zijn sneeuwbal op mijn bakkes gooien. Sla ik gewoon dwars door hem heen met mijn hamer? Dat zou wel even chill zijn. Hoppakee. Ja, kijk, we slaan dwars door hem heen. Maar hij leeft nog wel, deze droeftoeter. Hou eens op, jongen. Ik weet, je bent de last man standing. En ik weet, je voelt je een tough guy. Maar hé, dit is nergens voor nodig. Geef het nou maar gewoon op. Laat die sneeuwballen met rust. Ga even lekker terug naar je ijsgrotje. En klaar is Kees. Hoppakee. Yes, oké, die is weg. Dan ga ik eens even kijken wat er in dit kistje zit. Het is de miniatuur van papier-mâché Buzzy Beetle. Hoppa, nee, kunnen we daar... Oh, dan moeten we waarschijnlijk van bovenop springen. Ja, let's go. Kunnen we dit halen? Ik moet sowieso nu... Oké, dat ging niet goed. Dat was geen goede jump, jongens. Ik heb ook een keer gefaald in het eerste level van Super Mario. Gewoon de allereerste. Bij de allereerste vijand, de allereerste Goomba. Dat was live op Twitch. En het zag er zo uit. Oké, ik ben er weer klaar voor. Ah! Nee! Ja, dus wil je meer van dat soort pro-game acties zien? Volg me ook even op twitch.tv/Rickachu. Dan ga ik eens even proberen om hier naar boven te komen. Maar hoe moet dit dan? Dit redden we toch niet? Kunnen we deze ijsballen slaan? Kijk, dit redden we wel. We moeten die ijsballen gewoon slaan. Hé, vriend. Ik wou je laten zitten. Ik wou het je besparen, dit gevecht. Maar jij springt naar mij toe, hè? Hé, ik heb dit niet uitgelokt, hè? Dat heb jij zelf gedaan, vriend. Eens even kijken of die Toads bijvoorbeeld die ijsballen weg kunnen halen. Nee, daar hebben ze blijkbaar geen zin in. Hoppakee, zo doen we dit. Gaan we eerst voor de groep zonder ijsbal. Oh, nee. Dit was net niet goed genoeg. Oké, nog een keer. Kijk, we hadden in één keer uitstekend moeten hebben. Ik denk dat we ze dan wel hadden gesloopt met 25 HP damage. Hou die sneeuwballen nou eens bij je. Oh, je gaat ook nog springen en zo. Oké. Nu ga ik even glanzende vuurbloem gebruiken. Volgens mij is die beter. Volgens mij is die sterker. Misschien sloop ik ze dan wel allemaal in één keer. Super glansbloem Mario. Kijk, die doen allemaal 45 HP damage. En dan is het gewoon klaar. Dan zijn ze gewoon weg. Lekker. Hoppakee. Dit gaat veel sneller zo. Bedankt voor die vuurbloemen. Dan gaan we eens kijken wat hier zit, jongens. Komen we in de buurt van die ijsorigant? We moeten in ieder geval de game weer opslaan. Wat zit hier? Weer een blokkie. Met 1000 muntjes. Lekker. En dan krijgen we hier weer zo'n puzzeltje. Nou, dit is gewoon een doolhof. Hier moeten we gewoon doorheen zien te komen. Wedden dat hier een enemy onder zit. Onder deze. Nee? Oké. Nou, dat valt me weer mee. Hoppakee. Even die gaatjes vullen. Yes. Oh, kijk. Dit draait niet alleen maar om de vijanden. We hebben hier namelijk ook weer zo'n blokkie. Ik denk dat we deze even kapot moeten maken. Gaan we nu een spijnies lopen. Ja, top. En dan moet deze nog even kapot. Yes. En dan kunnen we... Hoppakee. En waarom sloeg ik nog op die spiny? Waarom deed ik dit? Hij was wel heel mooi trouwens. Oké, dit moet wel goed komen, denk ik. Hop. Yes. Oh, wauw.
Waarom leven jullie nog? Godverdorie, man. Ja hoor, hopelijk is het nu gelijk klaar met deze gasten. Nee, ja, dit was niet zo'n goede klap van mij. Ik zat er weer niet op te letten. Ik ben even niet scherp, jongens. Nou ja, maakt niet uit op zich. Want dit is, hoppakee, de final destination voor deze krabben. Ja, later. 18.000 muntjes alweer in totaal. Daar gaan we ook wel lekker mee. Oh, we gaan in ieder geval zo gewoon, hoppakee. Wow, oké. Oké, ik denk dat ik vooral gewoon lekker op dit platformpje moet blijven staan. En maar moet gewoon kijken wat er allemaal gebeurt. Maar kan ik nou alleen maar die kant op? Is het de bedoeling dat ik deze blokken ook sla of zo? Hè? Wacht even, moet ik dit timen? Ik moet dit timen, hè? Ik moet dit timen. Ik moet nu hier tegenaan slaan. Ja, en dan zo... Ja! Kijk! Ik weet niet of dit helemaal goed gaat nu. Maar dit is wel de bedoeling dat we dit gaan timen. Ik weet in ieder geval wel dat ik hierin kan. Een warppipe. Maar ik denk dat de andere kant nog geblokkeerd is. Oh nee, kijk eens. Kijk eens, een kissie. Nice. De miniatuur van de ijsorigant. Oh, we kunnen gelijk de ijsorigant zien. Maar dit is een bust alleen. Dus het is niet de volledige ijsorigant. Ik ben wel echt heel benieuwd. Ja, deze puzzel is nu wel weer gereset. Dus het blokje ligt weer hier. Oké, nu zitten we hier. Zo. Kunnen we nu naar boven? Gaan we eens even kijken hoe dit moet. Want we kunnen nu dus zo hier naartoe. Dan hier naartoe. Dan kunnen we zo naar boven. Maar dan kunnen we eigenlijk alleen maar weer naar beneden. Dus, ja. Oh, wacht even, wacht even. Misschien zie ik hem. Misschien hoor. Misschien, misschien. Als ik nu een klap naar links geef op tijd. Dan gaan we dus hier naartoe. Dan gaan we zo naar beneden. Nee, nee, nee. Dit is hem ook niet. Oké, ik heb hem even gereset. Wat we sowieso weten is dat de eerste klap zo moet. En de tweede klap moet zo. Maar ik denk dat we dat eerder moeten doen. Want dan komen we hier beneden uit. Dan kan ik hem weer terug naar boven slaan. Nee, nee, nee. Dat is hem ook niet. Oh, wacht. Het is veel simpeler. Waarom denk ik zo moeilijk? Ik kan nu gewoon hierop springen. Wauw. Dit is nog best wel een groot tempeltje. Ik dacht dat dit misschien een iets kleinere tempel zou zijn. Omdat we dus al die proeven ook nog moeten doorstaan. Maar dit is nog best wel een aardige tempel. We hebben nu wel 100%... van de scheuren in deze tempel gevuld. Dus dat is nice. Dat betekent denk ik dat we toch dicht bij die ijsorigant aan gaan komen. Ja, ja, dit is het. Ik heb even beneden gekeken. Dit is het, jongens. Hier gaat het gebeuren. Let's go, Mario! Ah! Wow, 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 wow. Oké, gaan we die tanden slopen? Pak je hamer! Oké, ook zonder hamer lukt het. Lekker. Ik ben wel bang dat we iemand boos hebben gemaakt. Nu, 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 nu. Oké, gaat het nog een beetje met je Mario? Wie had ooit gedacht dat we zouden sleeën op de bodem van de oceaan, zegt Olivia. Volgens mij zijn we naar de piek van de tweede berg geschoten. En wat is dit voor plek? Ik weet niet of we hier heel blij mee moeten zijn hoor, Olivia. We hebben in ieder geval een glitterpaddenstoeltje. En hier, kijk, nog een vuurbloem. Dat komt ook wel van pas, want die hebben we best wel veel gebruikt. En we hebben hier nog een staartje. Glanzende staart. Die heb ik echt nog nooit gebruikt. Waar staat dat ding eigenlijk? Hier staan die. Een sterkere staart voor taaie tegenstanders. Veeg hiermee tegenstanders om je heen van hun voeten. En we hebben ook nog het pauwblok trouwens. Misschien moeten we toch iets vaker die items gaan gebruiken, jongens. Is dit de plek? Ja, het wordt hier best wel koud, jongens. Het wordt hier ijskoud. Ijskoud! Mario, pas op! Oh, holy crap. Wow, wat is dit? Kijk dan! Oh, yo. Dit lijkt echt net op een Pokémon gal, jongen. De vorige leek al op Moltres. Deze heeft wel wat weg van Golissopod qua houding en qua vouwen en zo. Maar dan het ijstype natuurlijk. Olivia zegt, oh nee, de ijsorigant is ook opgevouwd tot origami. Hij kan ijs naar zijn hand zetten, dus hij zal hier extra sterk zijn. Wees op je hoede, Mario. Ik denk dat we vuurbloempjes moeten gaan gebruiken. Deze ziet er echt super impressive uit. Dit is imposant, jongen. Ik ben een klein beetje bang voor deze origant. Dit is een grote ijsbeer. De klauwen zien er scherp uit. Laat je niet intimideren. Oké, ja, ik was wel een beetje geïntimideerd, Olivia. Zonder al dat ijs is hij gewoon origami, net als ik. We kunnen het. Oké, we moeten hem sowieso smelten. Want hij heeft zich nu alweer ingevroren. Ik zie nog niet dat we de kracht van de origant aan kunnen zetten. Dus we moeten maar eens even kijken hoe we dit gaan doen. Ik ga in ieder geval gelijk dit kistje pakken, denk ik. Oké, we gaan maar eens kijken wat er gebeurt, jongens. Ik ga in ieder geval het kistje alvast pakken. Geen idee wat er in het kist zit. Kijk, de aanknop, die hadden we sowieso nodig. Ja, en dan ga ik maar gewoon op hem springen. Ik denk niet dat we damage doen. Ik denk niet dat dit gaat helpen. Ja, kijk, zie je, we glijden er inderdaad af. Helaas. Dat ijs is te glad, erop springen helpt niet. En nu is hij aan de beurt. Hij doet zijn schild en hij doet de ijsroller aanval. 22 damage. Oké, we moeten nu op zoek naar de aanknop. Die hebben we gevonden. En dan gaan we de origantenkracht gebruiken. Oh, shit.
Oh shit. Oh nee. Oh, ik deed het verkeerd. Ik deed het verkeerd. Pas op voor de ijsroller. Oké, volgende poging. Nu gaat het wel goed, jongens. Ik had het pijltje even niet goed gezet. Kijk, hier hebben we de origantenkracht. En daar is Olivia met de vuurpowers op Moltres. Zit Mario. Doe maar even lekker smelten. Doe maar lekker smelten. Hoppakee. Lekker. Ja hoor. Dat was het voor je verdediging. 1 HP damage is niet veel, maar waarschijnlijk is het de bedoeling dat we hem nu gaan raken. Olivia zegt, ha, hoe vind je die ijsorigant? Mijn vuur heeft het hart van de ijsorigant niet verwarmd, maar we zijn wel zijn ijs gesmolten. Yes, zeker. Oh, hij doet nu de berenklauw aanval. En ja, nu heeft hij dus geen schildje. Dit is heerlijk, jongens. Ik ga het hartje pakken. Ik ga de aanknop weer aanzetten. En dan hoop ik dat we hem kunnen gaan pakken. En dan niet met een normale aanval. Kijk, de aanknop staat aan. We hebben het hartje gepakt. En dan wil ik hem dus beet gaan pakken. Ik weet niet of dit werkt. Dat gaan we nu pas zien. Vouwarmen. Of moeten we hem gewoon slaan? Ik ga hem grijpen. En ja, oh, kijk, ja. Ja. 1/3 damage is er al af. Dit is lekker zeg. Dit is heerlijk. Hij is nu wel weer aan de beurt. Maar hij is te duizelig om aan te vallen. Kijk. Dat is top. Zo zie ik het graag. Oké, nu is de zorg dus dat we het kistje weer gaan pakken. Dat is het belangrijkste. Want met het kistje krijgen we weer zo'n aanknop. Dus ja, dit wordt weer een simpel op zich. We gaan gewoon zo naar beneden en dan komen we... Ja, dan hebben we... Oh nee, dit is een +1. Oh, dit is een +1. Dit is geen aanknop. Zal ik even een voorwerpje gaan gebruiken? Ik ga de glanzende vuurbloem gebruiken, jongens. Ik ga even keihard op hem schieten. Dit is natuurlijk een ijsorigant, dus vuur moet super effectief zijn tegen hem. We gaan een vuurbloempje gebruiken. Let's go. Schieten, Mario. 6, 6, 6, 6. Dit deed 30 HP damage. Is niet superveel. Had meer kunnen zijn wat mij betreft. Maar goed, hè? Hoppakee, verdedigen die handel. En nu is er ijs op de grond en daarmee bevriest hij de vloer. Oh, oké, het regent ijsblokken en nu heeft hij dus ook de origantenkracht even vereist, zeg maar. Die kunnen we dan ook niet gebruiken. Oké, ik ga nu zo'n ijsblok proberen te smelten met een vuurbloem. Ik denk dat dat ook wel zou moeten lukken, toch jongens? We zetten de knop weer aan. Dan loop ik hier naar voren. En dan ga ik hier een normale vuurbloem even gebruiken. Gewoon puur om even dat ijsblokje weg te smelten. Dat kleine ijsblokje in ieder geval. Nee, dit werkt niet. Oké, dit is niet een tactiek die werkt bij deze baas. Dat is jammer. Oké, priemend ijsaanval. Oh, snap. Oké. Er komt steeds meer ijs te liggen. Ik pak even de dubbele hartjes en de envelop. Want ik wil nu gewoon echt even weten wat we moeten doen. Eens even kijken. Schuif de panelen in een rechte lijn om het ijs te breken. Als je annuleert, komt het ijs terug. Dus denk vooruit. Dus moeten we al het ijs achter elkaar zien te krijgen? Nog een hartje. En ja, terug. Oké, 60 HP er nu bij. De vijand heeft de beurt. Hij gaat weer lekker slaan. Ja hoor. Oh, hij gaat zelf springen. Auw. Rustig. Olivia zegt stomme stukken ijs. Ze gaan niet kapot door de ringen te draaien. Er moet een andere manier zijn om ze te breken. Nu kan ik niet zo heel veel doen. Ik pak maar gewoon de hartjes, denk ik. Ik pak het kistje en dan zie ik wel wat hier gaat gebeuren. Juist, ja, oké. Ik ben in ieder geval full HP, dus hij zal mij denk ik niet kapot maken. 36 damage doet hij me wel. Hoe gaan we dit doen? Moet er manier zijn om dat ijs te breken? Heb je al geprobeerd om de vakken te schuiven? Oh, zo gaan ze kapot. Kijk, en nu is die andere ook kapot. Je moet ze dus zo er doorheen schuiven. Niet dat ik nu heel veel kan doen, maar ik hoop in ieder geval dat die vuurorigant blokken dan zonder ijs blijven. Eens even kijken hoor. Hij gaat de ijsrollen aanval doen, verdedigen die handel. En ik was net te vroeg. Eens even kijken hoe we dit op gaan lossen. Oh, kijk, zo gaan we dit oplossen. Nice, nu kunnen we gewoon. We kunnen hier de vuurorigantenkracht weer gebruiken. Ik hoop gelijk ook dat we heel het battlefield, heel het veld gewoon even smelten. Dat al die ijs weg is. Dat zal wel even een stukje makkelijker worden als dat gebeurt. Go, Olivia! Oké, dan. Hij is in ieder geval gesmolten nu. Even verdedigen. Ik was weer te vroeg. Hij is traag, man. Die beer is traag. Hij is wel sterk, maar hij is wel traag. Oké, nu moeten we het aanknopje zien te vinden. Eigenlijk moet ik ook de double damage hebben en dan moeten we hem pakken. Dit moet even een goede beurt worden, jongens. Even kijken. Zo staat het aanknopje aan. Is het mogelijk om double damage te pakken? Het is niet mogelijk om double damage te pakken. Dat is jammer. Nou, laten we maar gewoon zonder double damage doen. Ik heb wel de +1 hier neergezet. Ik weet niet of dat helpt. Dan mogen we waarschijnlijk een extra klappie geven. Let's go. Vouwarmen. Pak hem. En slaan met die handel. Oké. We zijn er bijna, jongens. Bijna. Misschien. Ik heb de vuurhamer nog. Misschien kan ik de vuurhamer nu gaan gebruiken. Oh, hij gaat wel aanvallen. Ik dacht dat hij misschien te duizelig zou zijn. Maar, wat? Wat doet hij? Wat doet hij?
Kijk hem gaan, joh. Holy crap, wat is die allemaal aan het doen? Oké. Lekker bezig. De hele arena ligt nu vol met bevroren vakken. En hij is ook behoorlijk boos. Dus ik denk dat we dit snel moeten finishen. Want anders dan, gaat het niet goed komen. Ik kan alleen maar recht naar beneden vanaf het begin. Oké, jongens. Ik hoop dat we dit allemaal gaan overleven. Ik pak mijn vuurhamer erbij. Ja, dit gaat nooit genoeg zijn, toch? Dit gaat nooit genoeg zijn. Oh, dit doet maar 3 HP damage. Nee. Nee. Nee, het is ijstijd. 57 HP damage. Oké. Snel, probeer het pad te onthouden dat naar de tovercirkel leidt. Blijf kalm en concentreer je. Ja, hallo. Hoe dan? Zo. Ja, dit kan toch helemaal niet? Dit kan ik nooit onthouden. Maar goed, ik ga in ieder geval de toads even flink laten juichen. Want ik heb wel eventjes wat HP nodig. Ja, dankjewel voor de HP. 30 HP erbij. Ik moet ook even een hartje proberen te pakken misschien. Misschien maar gewoon zo proberen dan of zo. Een hartje. Ja, top. En dan... Ja, dit zo. Ik hoop dat we hem gewoon... kunnen pakken nu. Ja, we kunnen hem grijpen en we kunnen slaan. Ja, dit doet alleen 5 HP damage. Hij is nog... Nee! Hij heeft nog zo weinig over. Nee! Hij gaat nu de gletsjerstorm doen. Dat zal ongetwijfeld ook een hele sterke aanval zijn. Na 39 HP damage. Het valt mee. Hij heeft nog een klein beetje HP over, jongens. Oh, we zijn zo close. Je zou zeggen dat dit ook moet kunnen met een normale aanval, toch? Ik pak in ieder geval het kistje. Ik zet de knop aan voor als het niet lukt. En dan ga ik hem nu proberen om met een glanzende vuurbloem te finishen, jongens. In stijl. Met vuur. Glanzende vuurbloem. Let's go. Gaat dit genoeg damage doen? Schieten! Ja, toch. Ja, toch. Ja, toch. Ja, toch. De vuurbloem heeft het gefixt. Ik zou wel willen dat ik ook in dat ijslevel zou zijn, man. Holy crap, wat krijg ik het hier warm van met deze temperaturen. Maar we hebben de ijsorigant verslagen. Lekker Olivia, lekker Mario, lekker vuurbloempie. Het is gefixt. Daar kunnen we de kracht gaan pakken. De kracht van de ijsbeer. Het boek van de ijsorigant. Pak hem! Let's go, Olivia! We hebben weer een nieuwe kracht voor je om te absorberen. Absorberen, snap je? En dan kan Olivia even deze kracht absorberen. Ik snap het al. Hier vouwen dan zo. Ja, dat zag gemeen. Ja, oké. Okay. Ja, oké. Okay. Ja hoor, ze heeft hem. Olivia heeft hem te pakken. Go, Olivia! En daar gaat ze weer, hoor. Daar gaat ze weer. De vierde origantenkracht. Dit is gewoon een klein beetje zo vouwen. Klein beetje zo, een beetje zo. Ja, dan buigen. Ja, hoppakee. Dan die daar. Dan heb je een poot. Ja, zo. Dan heb je een arm. Een driedubbelvouwen. Wat klauwen. Hoppakee. De ijs is origant, jongens. En een mega beer. Beware meets Golesso pot. De vouwtjes bevriezen bijna. Zelfs als de ijs origant heb ik het nog steeds koud. Lekker, Olivia. Als ik me daardoor laat tegenhouden, krijg ik deze gave ijskrachten nooit onder de knie. Ik laat me niet kisten door de kou. Ik hou mijn hoofd. Cool, zegt Olivia. Lekker bezig. Kijk, en nu kan ze water bevriezen. En dat hebben we natuurlijk nodig om bij die volgende krachtbollen terecht te komen. Kijk eens hoe cool ik ben. Ik heb het water helemaal bevroren. Het water is bevroren, dus laten we de gracht oversteken en wegwezen. Oké, let's go. We gaan er vandoor. Dikke doei, later. En kunnen we dan via de gletsjer weer naar beneden? Is dit een gletsjer? Ja, dit is sowieso een gletsjer. Ja joh, kan. Dat kan gewoon. Oh, oké, lekker Olivia. Ja hoor, muntjes erbij, hoppakee. Fantastisch. Kijk ze gaan, jongen, hoppa. En we zijn weer terug. Perfecte landing, zie je wel. De standbeelden vonden het geweldig. Wat een mooi publiekie. Ja, helemaal top. Laten we even dit kistje pakken hier zo. Daarin zit, kijk, Ruiteneiland. Ja, ik vind het toch wel Atlantis-achtig allemaal dit, jongens. We gaan hier naar boven. We negeren die krabbies. En dan gaan we hier naartoe. En dan dalen we de berg weer af. Want dit is de plek waar we nu moeten zijn. Want met de ijsorigantenkracht kunnen we natuurlijk de volgende 2 tempels gaan fixen. En natuurlijk doen we dat in de volgende aflevering. Ik hoop dat jullie dit weer een vette aflevering vonden. Doe dat blauw duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal voor meer Pokémon en Nintendo en Paper Mario video's. En wil je me live zien gamen? Volg me op twitch.tv/Rickachu. En dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel!